allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik zie er niet echt uit, ik heb namelijk geen wenkbrauw, geen wimpers, ik heb helemaal niks. En ik heb ook geen autotheorie, want ik ben net gezakt. Vorige weekvlog kon je zien dat ik bezig was met leren voor mijn autotheorie. En vandaag om 9:50 had ik hem. En toen ben ik gezakt, dus dat is very ruk. Maar ik ben wel als soort tegenprestatie of zo, weet ik veel. Heel de dag lekker vrij vandaag en morgen ook. Morgen is namelijk Prinsjesdag en dan is iedereen in Den Haag altijd vrij. En vandaag had ik eigenlijk vaktheorie, burgerschap en praktijk. En praktijk en vaktheorie heb ik van dezelfde persoon en die was ziek. Toen hebben die andere vrouw mails gestuurd van ja, we moeten nu voor een uurtje naar school. Moet dat? Dat ze gezegd, nee, blijf maar lekker thuis. Dus ik ben vandaag wel lekker vrij. Ik ga strakjes, het is nu, hoe laat is het nu? 9:30. Ik ga strakjes over een uurtje of zo een video opnemen. Over mijn kledingkast. Die staat als het goed is al online als jullie deze video zien. En daarna ga ik gewoon even de rest van mijn kamer opruimen, want dat is ook echt een hele grote zooi. Ik had echt een heel erg leuk idee om bij het CBR zeg maar te filmen van dat ik daar gewoon was en zo. En dat ik was geslaagd, maar ik was niet geslaagd. Dus dat stukje wat ik leuk in mijn hoofd had, dat was niet meer zo leuk. Dus ik dacht, nee, ik ga niet filmen. Maar goed, ik heb het nu voor de tweede keer gedaan. Bij mijn scootertheorie ben ik pas de vierde keer geslaagd, dus ik heb nog wel hoop, hopelijk. Ik hoop dat ik geen hopeloos geval ben. Maar goed, het ziet er heel raar uit dat ik geen wenkbrauw heb. Die moet ik straks even op gaan doen voordat ik ga filmen. Maar dat is dus een beetje planning voor vandaag. Vanavond ga ik weer dansen. Straks komt mijn oma gezellig. Die heb ik al best wel lang niet gezien. Of nou, die heb ik vorige week nog gezien. Maar dat is best wel lang. Want normaal zie ik er 2 keer per week of zo. Vanavond ga ik dansen. En misschien gaan Janie, Melissa en ik daarna nog even bij Melissa de werk oefenen. Dus daar kan ik dan wel filmen. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus ja, ik ga nu lekker Holland's Next Top Model kijken. Want ik vind wel dat ik dat heb verdiend. Oké, het is alweer bijna einde van de dag. Ik ga zo meteen eten. Maar ik heb me alvast even omgekleed voor dansen. Ik heb dit shirtje aan van River Island. Die broek van Naked. Ik zal het even in de spiegel laten zien. Want ik kan het net zo lekker laten zien daar. Dit zo, en dan zie je nog een heel klein stukje buik. Maar ik twijfel een beetje welke schoen ik hierbij aandoe. Want deze vind ik er denk ik niet zo heel erg leuk bij staan. Maar misschien doe ik het wel gewoon. Dikke boeien. Maar ik ga dus straks naar dansen. Eerst gaan we eten. Zometeen. En we zouden eigenlijk vanavond misschien nog bij Melissa's werk gaan oefenen met dansen. Maar dat gaan we niet doen. Want Jay moet ook op tijd thuis zijn en zo. En anders redden we dat niet. Misschien dat we straks van gedachten veranderen. Dat weet ik nog niet. Maar ik heb in ieder geval vandaag heel mijn video gefilmd. Dus die staat al online als het goed is. Ik heb mijn werkstuk afgemaakt. Ik heb allemaal leuke series gekeken. Dus helemaal top weer. Het kaartje blijft mee te staan. Maar oké. Okay. Dus dat. Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel te vertellen. Ik ben echt een saaie doos. Echt een hele saaie doos. Maar ik ben zo blij dat ik eindelijk mijn kledingkast heb opgeruimd. En dus ik wacht even tot we gaan eten. Totdat Jane er is. En dan gaan we lekker naar dansen toe. En dan gaan we gezellig dansen met z'n allen. Daar heb ik weer heel veel zin in. Want ik weet, ik vind deze, zeg maar, deze dansschool gewoon echt heel erg leuk. Vroeger zat ik ergens anders. Maar dit is meer mijn stijl. Ik vind dit heel leuk. Dus dat is top. Ze filmen daar wel eens in die klas en zo. Maar ik ga dat er niet opzetten. Want er zijn 20 meiden. En ik denk niet dat iedereen er dansend op wil. Dus dat ga ik niet doen. Maar als ik een keertje met Jane en Melissa alleen ben, kan ik het wel filmen. En dan erop zetten. Daarom hoopte ik eigenlijk dat we vanavond daar nog gingen dansen. Maar misschien dat het doorgaat. Misschien niet. Ik heb geen flauw idee. Dus ja. Ik ga even bedenken welke schoen ik aan ga doen. Deze broek zweet wel een beetje. Maar ik vind het wel heel erg leuk voor dansen. Dus ik weet niet. Deze kleine vrommel wordt vrijdag 14! Nee? Nee. Oké, dan niet. Dus je wilt ook geen cadeautje van mij? FIFA punten. Waarom heb jij hier zo blauw licht? FIFA punten. Wil je FIFA punten voor je verjaardag? Ja, 20 euro. Zo, doe me duur! En wat ga je daarvan kopen? Een paar voetbalpakjes of zo? Ja, wat kan je daarvan kopen? Spelers of zo? Nee.
Jij snapt het niet. Nee, ik speel ook geen FIFA. Nee, maar goed ook. Ik ben echt slecht. Dat weet je niet als ik het nooit heb gespeeld. Ik pak jullie allemaal. En mama is ook vrijdagjarig. Zij en mijn mama zijn op dezelfde dag geboren. Ja, maar dat zie je. 21 niet. September. Maar ze hebben dit komt pas online als jouw jarig bent geweest. Gelukkig. Gelukkig. Doei, Sam. Doei, Fleur. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. 18 september. Het is vandaag Prinsjesdag. Dus ik ben lekker vrij van school. Want kinderen in Den Haag, mensen in Den Haag. Die in Den Haag op school zitten. Die zijn vrij met Prinsjesdag. Althans, zeg maar school waar Sam en Milan op zitten. Die moeten tot 12 uur naar school. Maar in de middag ben je wel vrij. Dus het is nu 11:45. En ik ga straks naar Milan toe. Of hij komt hier en dat weet ik nog niet. Maar we gaan wel niet echt van gezellig afspreken. Dus dat is leuk. Jo, een boer. Gisteravond ging ik natuurlijk dansen. En toen gingen we nog met Melis, Jane en Zoe... Nog even naar het werk van Melissa, want die werkt in een sportschool. En daar mocht het dus een zaal alleen om nog even te oefenen. En ik heb het wel gefilmd, maar ik weet nog niet of ik het erin ga doen. Want ik dans natuurlijk niet in mijn eentje. Ik sta nog met drie anderen, dus ik weet niet of zij het ook willen. En het was pas de tweede keer dat we deze dans deden. Dus hij ging nog niet echt super goed of zo. Het ziet er wel leuk uit, maar het was nog niet echt heel goed. Dus ik weet nog niet of ik het erin ga doen. Misschien als we wat meer hebben geoefend. Maar goed, het was wel heel erg leuk en gezellig. Shirtje die ik vandaag aan heb is van G's Louisa. En mijn spijkerbroek is van de Pieces. Ik wilde eigenlijk... Oh, ik krijg een lamme arm. Ik wil jullie even ergens neerzetten. Wacht, andere arm. Ik wilde dus eigenlijk vandaag naar de stad met Miu. Omdat ik even de broek bij de Sting wilde terugbrengen. Want ik had ze een mailtje gestuurd dat mijn broek dus zo lelijk was geworden na 2 keer dragen. Dus had ik gezegd, ja, ga maar even langs je winkel. Dan zorgen we voor een oplossing. Dus ik wilde eigenlijk vandaag gaan. Maar het is dus Prinsjesdag, zei Miu. Of dat wist ik wel. Maar ik was even vergeten dat het dan in de stad altijd heel erg druk is. Dus het is niet heel erg slim om nu naar de stad te gaan. Dus ik denk dat ik dat morgen uit school even doe. Vraag of Charme met me meegaat. Dus ik weet eigenlijk nog helemaal niet wat we gaan doen vandaag. Maar dat maakt niet uit. Het is altijd wel gezellig. Au. Oh. Even wat drinken. Ik wilde nog wat vertellen. Wat wilde ik vertellen? Oh ja. Als jullie allemaal dingen willen weten en zo. Allemaal informatie. Hoe oud ik ben. Hoe lang ik ben. Bla 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 bla. Staat allemaal in de beschrijving. Dus kijk eerst even in de beschrijving. Voordat je allemaal dingen gaat vragen. Dat had ik in de vorige week toch ook gezegd. Maar toch waren er nog een paar mensen. En ik snap het ook wel dat je niet heel de video kijkt. En dus niet weet... Dat ik dat heb gezegd. Maar ik probeer nu gewoon aan het begin van de video te zeggen dat zoveel mogelijk mensen het zien. En volgens mij heeft iemand me nodig. Oh, papa. Dus ik probeer nu gewoon aan elke begin van de video te zeggen van alle informatie staat in de beschrijving. Maar bij deze ook weer even alle informatie staat in de beschrijving. En ook het account van mijn Unite Wardrobe, mijn Instagram account en mijn mail staat er ook in. En waar ik mee film en zo. Dus ik dacht dat ze wel even handig moeten zeggen. En nu ga ik lekker de water op drinken. Deze flessen zijn dus zo chill. Je kan zeg maar bij de Albert Heijn zegels sparen. En dan kan je dus dit soort dingen mee kopen. En deze fles is zo chill. Er zit ook zo'n filter in, zeg maar. Dat je er citroen of limoen of aardbei of zoiets in kan doen. Ik ben alweer 3 minuten aan het filmen zie ik. En ik ben alleen maar onzin aan het praten. Dus ja, ik ga de camera uitzetten. Wilde ik vertellen. Ik was nog vergeten iets te vertellen, maar gisteren, 17 september, vlogde ik precies een jaar. En even kijken op hoeveel abonnees ik nu zit. 1919. Ah, zoveel abonnees na een jaar tijd. Ik vind dat best bizar hoe snel het is gegaan. En over... Daar heb ik echt zo veel zin in. Want over... 27 dagen gaan Janie en ik naar Ibiza. Daar heb ik echt bizar veel zin in. En over 98 dagen is het kerst. Daar heb ik ook heel veel zin in. Dus over 27 dagen gaan we al naar Ibiza. En ik heb daar zoveel zin in. En ik ga natuurlijk met Jane. En Jane heeft ook een YouTube kanaal. Ik zal het wel even in de beschrijving linken. Maar ze doet er nog niet heel erg veel mee. Dus ik moet er eigenlijk een beetje gaan overhalen om er wat meer mee te doen. Want ze gaat op Ibiza gaat ze ook vloggen. En ik ook. Dus dat wordt echt kapot leuk. Hoop ik in ieder geval. Ik hoop dat we ook hele leuke foto's kunnen gaan maken samen. En gewoon... Jenny en ik zijn echt wel vriendinnen sinds dat we... Zij was 4 en ik was 3. En
Dus zo leuk dat we dat nu gewoon samen kunnen doen. En Jamie is de 14e jaren, 14 oktober, wordt ze 19. En de 15e gaan we. Dus het is een soort van leuke verjaardagafsluiting ook of zo. Ik weet niet, ik vind dat echt heel erg leuk dat we dat samen kunnen doen. En ja, kijk er ook heel erg naar uit. En ik ga ook een video maken waarin ik mijn koffer inpak. Want we gaan zeg maar van maandag tot woensdag. En we mogen alleen handbagage mee. Dus handbagagekoffer inpakken. Dus dat is weer heel anders dan een grote volle koffer meenemen. Zoals ik afgelopen zomer had gefilmd. Dus dat wil ik ook gaan filmen. En misschien kunnen Jenny en ik dat wel samen filmen. Dat we allebei laten zien meenemen. En hoe we het inpakken en zo. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Dus, maar nu ga ik echt eten even. Want ik ben weer veel te lang aan het praten. Kijk wat we van mijn oma hebben gekregen. Een adventkalender. En het is 18 september. Ik ga hem denk ik wel openmaken. Ik heb trek in een chocolaatje. Ja. Sammy is thuis. Arme shot. Oké, ik ga hem oprecht openmaken. Nee, ik laat het wel dicht. Ik ga naar Milan. Oké, ik ben weer thuis. Ik was bij Milan geweest. En ik heb mijn camera niet meegenomen omdat hij niet op YouTube wil. Of althans nog niet. Misschien binnenkort wel. Ik hoop het. En ik heb een pakketje binnengekregen. Dit is niet mijn adres trouwens, maar oké. En ik weet niet echt wat het is. Dus ik ga hem even openmaken. Het is echt een herrie buiten. Even mijn raam dicht doen. Heb ik hier ergens een schaar? Misschien? Goed ingepakt. Oh, ik heb hem al. Volgens mij zijn het sieraden. Ja, heel veel plezier ermee. We hopen dat je er blij mee bent, liefs. Van dit sieraden Instagram account. Ik weet niet of je het heel goed kan lezen. Dit Instagram account. Ik zal het ook even in de beschrijving zetten. Daar heb ik een sieraden gekregen. Het zit in dit hele schattige zakje. Dus ik ga het er even uithalen. Als eerste dit kettingje. Ja, ik heb natuurlijk geen nagels meer. Dus het is heel moeilijk om dit soort dingetjes open te krijgen. Oh, wat schattig. Een soort maantje of zo. Oh, gelijk gooien. Nee, grapje. Als eerste dit kettingje. Een soort maantje en dan allemaal balletjes als touwtjes. Ik zal ze even gelijk omdoen. Hoe zit dit? Zo. Even hierin kijken. Ik ga even op het langs om kijken hoe lang die kan. En deze kettingjes vind ik altijd wel leuk als ze wat langer zijn. Ja, niet met dit shirt hoor. Die zat erin. Zit er nog iets gouds in? Ik weet niet. You see it? Hello? Ja. Yep. Nog iets gouds. Dus of een kettingje of een armbandje. Nee, een kettingje is dit ook. Met allemaal sterretjes eraan. Ook heel pretty. Oké, deze ga ik op ze straks doen. Kijk tot waar die komt. Ik vind het wel leuk als kettingjes zeg maar een beetje met elkaar omgedaan kunnen worden. Oh, dit is wel echt heel schattig. Kijk nou. Hoe schattig dit staat. Als je gewoon een, niet op dit shirtje, maar als je gewoon een leuke trui aan hebt. Of een leuk zwart shirtje. Staat dit echt leuk. Ik heb bijvoorbeeld een roze trui. Helemaal roze. En ik denk dat dit er echt leuk mee staat. Maar oké, die. En als laatste. Deze zilveren oorbelletjes. Ja, ook heel schattig. Ik heb nu, zoals de meesten wel weten, deze oorbelletjes in. Komen van My Jewelry. En ik krijg heel vaak de vraag van, ja, ik kan ze niet meer vinden. Maar volgens mij zijn deze met dat luipaardje ook niet meer te krijgen. Maar je hebt wel heel veel andere soorten. En deze zijn gewoon precies hetzelfde. Alleen daar heb ik het bedeltje van afgehaald. Dus vandaar dat je niet zulke losse ringetjes kan vinden. Maar ik heb nu weer zilveren ringetjes gekregen. Dat vind ik ook echt heel leuk. Kijk nou, hoe schattig. Oh, dat was een soort boertje. Dus daar heb ik er ook twee. Deze ga ik nog niet in doen. Maar ik vind ze wel echt heel erg leuk.
No, cuties. Die zijn ook echt heel leuk om zo. Heel leuk. Dus deze ga ik even hierin doen. Kan ik die bewaren. Dus dat was dus wat ik van hen heb gekregen. Dus van dit Instagram account. Ik zal het even in de beschrijving zetten. Even uitzoomen. Maar dit vind ik heel leuk. Oké, het is nog steeds dezelfde dag. En de adventkalender gaat het nu al niet meer halen. Maar echt super lief dat mijn oma dat had meegenomen. Ik had er ook een appje gestuurd. Heel lief, maar ik denk niet dat hij december gaat halen. Zeg ze, nee, maakt niet uit. Maar dat dit gewoon nu al in de winkel ligt. Zo'n kerstadventer. Oké, nummertje 1. Een sterretje. Dat wil ik denk ik wel deze kerst gaan doen. Elke dag zo'n adventkalender van Body Shop of Rituals of weet ik veel wat kopen. En dan elke dag eentje openen met jullie. Lijkt me wel heel erg leuk. Lekker. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. En het is 7:59. Ik ga zo meteen naar school toe. Trouwens, mijn telefoonhoesje is van ID of Sweden. Daar krijg ik heel vaak de vraag over. Ik heb vannacht echt helemaal ruk geslapen. Want ik moest om 7:00 wakker worden. En om 5:00 werd ik al wakker door een mug. Die heel de tijd van mijn oor aan het zoenen was. Even jullie neerzetten. En ik doe trouwens even dit lichtje op van Marc Jacobs. Deze heet die. Maar was heel de tijd zo langs mijn oor zo aan het zoenen. Ik mijn licht aanzet, ik kon hem niet vinden. En ik kon hem niet vinden. Maar ik kon ook niet slapen. Dus toen heb ik van 5 tot 7 helemaal met die... Met dat grijze dekentje over mijn hoofd heen gelegd. Zodat hij me niet kon prikken. Maar ik kon ook niet slapen. Mijn cordon was nog heel de tijd. Maar ik kon hem niet vinden. Maar oké, goed verhaal. Ik ga naar school. Tot 11:00. Goed leven. En daarna ga ik even langs de Sting. Want ik had natuurlijk die flare die helemaal lelijk was geworden. Ik zal het even aan jullie laten zien. Even kijken. Want ik had deze flares al. Een jaar geleden gekocht. Die is nog steeds mooi. Deze 3 weken geleden gekocht. 4 weken geleden. En die is gewoon helemaal lelijk aan het worden. Kijk, ik weet niet of je het ziet. Maar je krijgt allemaal... Je ziet hier een beetje. Allemaal van die lelijke rulletjes. Na 2 keer dragen. Nou, veel maar ik vind dat echt niet kunnen. Dus ik had ze een mailtje gestuurd. Van ja, met het probleem zeg maar dat ik die andere keer al een jaar heb en dat hij er gewoon nog uitziet alsof ik hem een dag heb. En deze heb ik letterlijk 3 weken. En ziet eruit alsof ik hem al 3 jaar heb. Dus ze zei, ja, ga maar even langs een van onze winkels. Dan zullen we daar voor een oplossing kijken. Dus ik dacht, ik ben toch lekker vroeg vrij. Dus dan rijd ik even door naar de stad. En dan is het toch dicht bij school. Om te kijken wat ze eraan kunnen doen. Ik ga even mijn ringetjes omdoen. En ik zal gelijk even laten zien waar ze van zijn. Het staat altijd in de beschrijving, maar ik zal het even laten zien. Deze kan je net zien. Stelt u scherp? Nee, niet helemaal. Hallo? Heel irritant dit. Nou, als ik hem zo. Ja, hij stelt wel een beetje scherp. Nou, ook niet echt. Maar nee, deze van Joy. Of die doe ik altijd op mijn andere handschapje. Even kijken, deze... Is van Eden. Deze is van Buddha to Buddha. Deze is ook van Eden. En deze, ja, deze is heel moeilijk te laten zien, want het is een driedelige ring. Maar deze is ook van Joy. Alleen deze is niet meer te krijgen met dat blauw. Wel helemaal zilver, maar niet meer met blauw. Dus ja. Oh. En gewoon als je dit intypt in Google, krijg je dit vanzelf wel ergens te vinden. Dus dit zijn mijn ringetjes. Even uitzoomen. Ik denk dat ik binnenkort nog wel even een nieuwe video ga maken waar al mijn sieraden van zijn. Want ik heb die wel eens gemaakt. Maar daar ben ik niet helemaal 100% tevreden mee. Dus ik denk dat die binnenkort online komt. Dat ik die binnenkort eventjes ga maken voor je. Oké, ik ben thuis uit school. Terug van de stad. Want, oh, hier is een box.
Want ik had natuurlijk even die broek van de stink teruggebracht. En kreeg gewoon mijn geld terug. Dus dat was heel erg chill. Ik ben heel donker, maar oké. En ik ben even met mijn moeder naar de Bogart gereden. Omdat mijn broertje is natuurlijk vrijdagjarig. En mijn moeder ook. Dus ze wilde even wat versiering halen. En toen ik deze van naar school, was er een pakketje binnen van Lots of Jewels. Ik zal het even laten zien hoe je het schrijft. Die had mij een bericht gestuurd of ik het leuk vond om wat te ontvangen. Dus ik zei ja, is goed. Dus ik weet niet wat erin zit, maar dat ga ik met jullie laten zien. Ik zal ook weer even hun site onder in de beschrijving zetten. Het is in ieder geval wel goed verpakt met bubbeltjes. En het zit echt in een heel mooi roze zakje. Lieve Fleur, veel plezier met deze nieuwe items. XOXO Maaike. En dit is dus het merkje. Ik zal even ook in de beschrijving een Instagram en de website neerzetten. Ik ga het even openmaken. Oh, er valt heel veel uit. Oh, superleuk! Oh my god, dit vind ik echt heel erg schattig. Oké, ik ga het even laten zien. Dit is dus wat erin zat. Oh my god, ik vind dit heel leuk. Als eerst deze haarband. Zeg maar, ik mocht natuurlijk wel een voorkeur geven wat ik leuk vond. Ze heeft gewoon alles erin gedaan wat ik zei. Ja, dit is wel een beetje mijn stijl. Oh my god. Deze panterprint haarband. En ik vind deze echt... Oké, ja. Ik ben hier dus niet zo heel erg goed in om dit in te doen. Sorry, mijn haar ziet er echt niet uit. Want het zat dus in een knot. Maar ik ga even kijken hoe het staat. Maar dit vind ik dus heel erg gaaf. Zo. En dan... Ja, ik kan dit nu echt niet. Een knot. Bovenop je hoofd zo. En dan die band en dan zo. En oh god, ik vind deze band zo leuk. Oh god, die is echt... Oh, die is echt heel erg leuk. Die ga ik ook sowieso meenemen als ik naar Ibiza ga. Want ik ga over een paar weken naar Ibiza. En dan is dit echt super chill om in je haar te doen. Want dan met deze ben ik echt heel erg blij. Dan zitten er nog oorbelletjes in. Even kijken. Gouden oorbelletjes. Met deze roze bedeltjes eraan. En het zijn kleine ringetjes. En ik vind het echt hele mooie subtiele ringetjes. En dan met van die lichtroze bedeltjes eraan. Die vind ik echt heel erg schattig. Dit is ook leuk als je haar los hebt of in een knot of zo. Staat het echt heel erg leuk. Ik heb een roze trui. En ik denk dat dat hier echt heel erg leuk mee staat. Oké, deze dus. Gekregen. En dan nog twee bandjes. Even kijken. Als eerst deze. Zeg maar dezelfde als die oorbellen, maar dan in een armbandje. En hij lijkt een beetje zilver op camera, maar hij is goud. Ik weet niet of je het zo goed ziet. Maar het is dus hetzelfde als deze. Dat vind ik echt heel erg leuk. En dan daarbij ook nog dit armbandje. Oh, dit vind ik heel leuk. Met de M erop. Kun je het goed zien? Oh. Met de M erop van Milan. Je ziet het niet, hè? Heel irritant. Nou, je ziet het een beetje, maar goed. Dat armbandje, en dat is dan weer dezelfde kleur als dit dingetje. Oh, ik vind het zo leuk. Ik ga het even omdoen. Ik ga het wel mijn andere arm doen, want hier heb ik allemaal zilveren sieraden. Even kijken. Je kan hem gewoon zo losschuiven. Ik krijg hem niet in mijn eentje vast. Heel slecht dat ik dit met mijn tanden doe. Geen goed voorbeeld. Kijk nou hoe schattig dit is. Dit is toch veel te leuk. Dan die oorbellen erbij. Zo. Tadaa! Echt heel leuk. Heel lief dat ze dit hebben opgestuurd. Ik ga het ook gelijk omhouden. Wat ik trouwens even was vergeten te zeggen. Maar van het account waar ik die leuke armbandjes, oorbellen en haarbandje van heb. Lots of Jewels. Heb ik ook voor jullie een kortingscode Fleur15. En dan krijg je 15% korting tot 19 oktober. Dus je hebt best wel lange tijd.
En ze hebben echt hele leuke dingetjes. Zoals ik er even een kijkje nemen. Dus met Fleur 15 krijg je 15% korting op je aankoop bij Lots of Jewels. Heel leuk. Goedemorgen allemaal. Ik heb net even een salade gemaakt. Het is trouwens donderdag vandaag. Maar ik heb zo meteen stage van 12 tot 9. Ik ben zo moe. Ik heb wel uitgeslapen, maar ik ben dan nog zo moe. Ik ga even een bolletje eten. Mijn tas inpakken. En dan ga ik naar stage toe. En dan zie ik jullie denk ik of daar of morgen. Want als ik thuis kom is het 9:30, 9:45. En dan heb ik echt geen fit meer om te gaan filmen. Dus ik zie jullie of tijdens stage bij pauze of morgen. Oké, nog even heel snel voordat ik naar stage ga. Ik kwam opeens een pakketje binnen. En ik denk dat dit van Ideal Sweden is. Want het ziet er nogal erg... Ja, zweet uit. Of althans, ik vind er Duits uitzien. Maar volgens mij zoals het voelt... Ja. Ik heb een nieuw telefoonhoesje gekregen. Deze. Dit is van de herfstcollectie. Met blauw en roze en lila. Super schattig. En ik heb ook weer een kortingscode voor jullie. Dus die zal ik eventjes in de beschrijving zetten. Ik ga even openmaken. Want het hoesje die ik nu... om mijn telefoon heb. Dat is deze panterprint. Die is ook van Ideal of Sweden. En daar krijg ik best wel vaak de vraag over. Waar die van is. Maar die is dus daarvan. En in de beschrijving zal dus de kortingscode voor jullie staan. En wat ik heel chill vind aan deze hoesjes. Is dat er aan de binnenkant een soort van suède of iets zit. Waardoor die gewoon mooi blijft. En zijn hele stevige hoesjes. Ik zal even op mijn telefoon doen. Panterprint blijft toch altijd mijn... favoriet. Oh, kijk hoe vies mijn telefoon is. Ik heb trouwens een iPhone 7. Krijg ook best wel vaak de vraag over. Oh, ik vind het best wel schattig. Kijk. Hoe cute. Maar panterprint is toch wel echt denk ik mijn favoriet. Maar ik vind hem wel heel erg leuk voor de afwisseling en zo. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Dankjewel. Ideal Sweden. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. En ik ga naar stage toe. Ik praat een beetje zacht. Want het is nog best wel vroeg. Iedereen slaapt nog. Of nou, mijn moeder is wakker, maar de rest slaapt nog. En mijn moeder en mijn broertje zijn vandaag jagen, dus dat is heel erg leuk. Maar ik ga naar stage. Ik hoop dat jullie mij verstaan. Tot vanavond. Nina tegen haar zin in. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag en Char en ik zijn de 10.000 calorieën aan het opnemen. Ik ga er niet heel veel over verklappen. Maar aankomende donderdag komt hij online. Maar we gaan... Het is heftig. Vol ben ik. We gaan even goede tijden kijken en we gaan vanmiddag naar Delft toe. Vanavond gaan we naar de verjaardag van Max. Dus dat is gezellig. We zitten in Delft bij de Mac voor de 10.000 calorieën. Maar we wilden dus bij het foto's gaan maken. Maar als je kunt zien, is het keihard aan het regen. Ik ben vet zo vrijdag. We gaan nu eten, want ik heb helemaal geen honger. Maar... Ja. Oh, het trui is vies. Kunnen ze dit niet even schoonmaken hier of zo? Maar als het goed is, is het over een 3 kwartier droog. Dus dan gaan we misschien wel verder. Als het droog wordt. Oh, maar er is kermis in Delft. Kijk. Maar daar gaan we niet heen. Maar ik denk dat ik oprecht deze outfit zittend ga doen. Dat is veel leuker dan staand. Dus ik denk dat het veel leuker zo'n boekje aan de... Ik heb echt een dik hoofd met deze koel. Maar oké, okay, we gaan... Heb je mijn caviabang al gezien? Hallo. We gaan nu eten. Kijk, ik heb hem afgesneden. Kijk, ik heb hem afgesneden en het werkt nog steeds niet. Oké, op zich is het. Pak eens in zitten. We gaan nu eten. En jullie kunnen in de video zien of het gelukt. Keer je wat Sure, ik ga vanavond niet naar Max. Ik wist het. Ik wilde nog tegen jou zeggen, ze gaat sowieso niet naar Max vanavond. Oh, kut Kirsten. Met Kirsten. Oh, huik. Oh. Ja, ik dacht ik kies maar water voor ons, want dat is lekker makkelijk weg te drinken. Oké, ja. Ik zit er echt niet op te wachten. Smakelijk! Heb je zonder kaas gevraagd? Nee, zeker. Nee, dat heb je ook helemaal niet aan mij gevraagd. Of ik dat wilde vragen. Ja. Omdat we zo chagrijnig zijn. We gingen foto's maken dus. We zijn nu thuis trouwens van Delft. En het regent buiten en het is zo koud. En we moeten nog meer eten. En we hebben echt geen trek meer. Ik heb het zo koud. We stonden op die foto en ik voelde gewoon... Mijn handen zijn... Dat ik... Kijk hoe rood mijn handen zijn. Oh my god, omdat het zo koud is. En ik voelde me gewoon zo vies, vet en dik. Gewoon omdat... Toen we de foto's gingen maken, zaten er al 5000 calorieën in mijn buik.
Oh, jongens. Maar we gaan nu even lekker op bed liggen. Waar is mijn telefoon? En, sorry. Vanavond uitbuiken. Vanavond gaan komt vanavond. We naar Maxi. En ik ga weer van Max. Dat we gaan. En nu ook. In Radovoer krijgt hij een kusje van Fleur. Mijn trui is trouwens van de H&M. En mijn broekje is van My Jewelry. Yay. En Char zit in mijn badjas. Want die is het koud. En we gaan nu lekker films kijken. Deze raad ik echt aan. Deze is top. Het is top. Maar we gaan nu verder eten. Kijk maar de video als je wil zien wat we gaan eten. Doei. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag... Wat dag is het? Het is vandaag zondag. En sorry voor mijn haar, maar je haar ziet er echt niet uit. Ik heb nog niet echt iets aan mezelf gedaan vandaag. Behalve mijn wenkbrauw geverfd en geëpileerd en geharst. Daarom dat ze een beetje rood zijn. Maar het is dus vandaag zondag. En ik heb net even mijn teennagels gelakt met deze kleur van Kiko. Het is kleurtje nummer 013. Dus dat heb ik net eventjes gedaan. Het is nu 1:30 al. En gisteravond hadden we de verjaardag van Max. Dat was wel gezellig. Maar we zijn best wel vroeg naar huis gegaan, want we waren best wel moe. Toen is Milan blijven slapen. Maar hij is nu naar zijn werk toe. En dan om 5:00 komt hij me ophalen, want dan is hij klaar met werken. En dan gaan we naar hem toe. Dan gaan we gezellig samen koken en dan blijf ik daar slapen. Want ik ben morgen vrij van school. Was weer les uitgevallen en zo. Dus ja, maar ik vind het wel chill dat ik morgen vrij ben. En morgen ga ik ook even naar de stad. Want ik heb dus echt nieuwe zwarte kleren nodig voor school en stage. Want ik heb één zwarte flarebroek. Want die andere van de Sting heb ik teruggebracht. Mijn geld teruggekregen. Dus dat is heel erg chill. En ik heb nu wel één zwarte pantalon besteld van de H&M. Die komt als het goed is deze week binnen. Maar ik heb gewoon echt geen zwarte topjes meer. Of truien voor de winter. Dus die moet ik echt even gaan aanschaffen. Dus daarvoor ga ik morgen naar de stad. Maar dat kunnen jullie in de volgende week vlog zien. Als het goed is komt er morgen ook een heel leuk pakketje binnen. Dus dat kunnen jullie ook in de volgende week vlog zien. En ik zit gewoon nog echt steeds vol vandaag. Want de 10.000 calorieën challenge is het echt niet normaal. Wil je nou weten of we het hebben gehaald? Aankomende donderdag komt de video online. Om 4:00. Dus dat is heel erg leuk. Ik ga zo meteen de vlog alvast eventjes bewerken. Zodat ik dat niet meer morgen of vanavond hoef te doen. Want ik ga voor de rest van de dag vandaag toch niks doen meer. Eigenlijk. Dus dat is dat. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat er met deze weekvlog is gebeurd. Of die leuk is geworden of niet. Want het is gewoon, ik vind het gewoon best wel lastig om te vloggen nu weer met school. Want op school mag ik niet filmen. Misschien dat ik het wel een paar keer kan doen. Maar ik mag niet heel de tijd filmen in de klas. Dus dat vind ik wel jammer. Dus in principe is het dan, hoi ik ga naar school. Hoi ik ben thuis van school. En op stage kan ik ook niet echt filmen. Misschien in de pauze wat vaker. Dat wil ik wel gaan proberen. Maar en op zaterdag moet ik werken. Dus kan ik ook niet filmen. Ja, in de ochtend en in de avond. Dus ik vind het best wel lastig nu. Maar ik ga gewoon proberen mijn best te doen. Elke week vlog wat leuks te doen. Wat origineels. Dat het wel een beetje leuk blijft voor jullie ook. En natuurlijk voor mij. Want het moet wel leuk blijven. En ik vind het nog steeds heel erg leuk. Dus dat is mooi. Ik ga even kijken hoeveel abonnees ik nu heb. Ik heb nu de 11.250 abonnees. En ik ben er zo blij mee. Kort wil ik ook heel mijn kamer gaan opruimen. Zodat ik een roomtour kan doen. Want daar wordt best wel veel naar gevraagd. En avond- en ochtendroutine wordt ook vaak gevraagd. Maar dat wil ik liever in een vakantie opnemen. Dat ik echt de tijd voor kan nemen. Want als ik naar school ga heb ik daar gewoon geen tijd voor. En ik ga over 3 weken. Oké, ik even exact de datum kijken. Dagen. Ik ga over 22 dagen, dus morgen 3 weken, met Jane naar Ibiza. En ik heb er zoveel zin in. Oh my god, ik kan echt niet wachten. En over 93 dagen is het kerst, daar heb ik ook echt heel veel zin in. Maar goed, ik denk dat ik bij deze maar gewoon alvast de weekvlog ga afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat die een beetje leuk is geworden. Ik ga wat meer mijn best proberen te doen om de weekvlogs wat leuker te krijgen. Dus vanaf volgende week hoop ik dat ze iets interessanter zullen zijn. Ook ga ik proberen wat meer op school en op stage te filmen. Dus wees voorbereid voor de volgende vlog. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei doei!